Dit is de zeer handzame 25cc tweetakt kettingzaag van Lea. Net zoals zijn grote broers zet deze kettingzaag met liefde zijn tanden in iedere boom en tak. In de doos vindt u de motorunit, combisleutel, vijl, handleiding, zaagblad, zaagketting en de zaagbladbeschermer. Haal de rem eraf en draai vervolgens de bouten en de schroef met de meegeleverde combisleutel van de motorunit. U kunt nu de zijkap eraf halen. Leg de zaagketting over de aandrijving heen en houd de ketting vast. Steek het zaagblad in de motorunit zoals hier en leg de zaagketting rondom in de sleuf van het zaagblad. Trek het zaagblad licht naar voren, zodat de ketting in de sleuf blijft zitten. Deze pen van de kettingspanner moet zo in dit gaatje van het zaagblad vallen. Let op! Als u het zijkapje erop zet, moet de pen vaak nog even iets verdraaid worden voor die in het gaatje van het zaagblad valt. Als de pen duidelijk in het gaatje is gevallen, kunt u de moeren erop draaien. Draai ze nog niet te strak vast. Dat doen we straks na het spannen van de ketting. Vergeet de achterste schroef niet vast te draaien. Trek het zaagblad omhoog om de zaagketting op de juiste spanning te brengen. Dit is nog iets te los. Door aan de stelschroef van daarstraks te draaien, trekt u de ketting op de juiste spanning. Draai nu het zaagblad pas definitief vast door de twee bouten stevig aan te draaien. Als u dit hoort en ziet, dan heeft u de juiste kettingspanning. De tanden van de zaagketting moeten naar voren wijzen, anders zaagt hij niet. Voor veilig transport en opbergen schuift u na gebruik de zaagbladbeschermer over de zaagketting. We vullen vervolgens de kettingzaag met benzine en olie. Oeps, iets te enthousiast. Houd daarom altijd een doekje bij de hand. Let op, deze Lea kettingzaag loopt op tweetakt benzine. Draai ook nu weer de dop goed vast. Dan kunnen we nu de machine starten door als eerste de schakelaar op aan te zetten. Pomp 5 tot 7 keer indrukken. U voelt de weerstand in het bolletje daarbij toenemen. Zet de choke aan door hem uit te trekken. Zet voor de veiligheid altijd de rem erop en uw knie op de draaghendel. Trek vervolgens aan het startkoord. Na aanspringen van de motor zet u direct de choke op uit. Rem eraf en u kunt de kettingzaag gaan gebruiken. Bij een warme start zet u de choke in één beweging omhoog en weer naar beneden. Zo staat hij op startgas. Zet de schakelaar op aan, zet de rem erop en dan kunt u de motor met startkoord aantrekken. Rem eraf en u kunt de kettingzaag gaan gebruiken. Lea, the best choice for your garden.